15 december vindt het Nationaal Gemeenteraadsdebat plaats. Deze dag zal plaatsvinden op de locatie hier achter mij, het prachtige Dudok gemeentehuis van Hilversum. Ik ben Jesse Marcus, projectmanager gemeente bij het Nederlands Debat Instituut. We zitten hier in de prachtige burgerzaal. Hier vindt op 15 december het Nationaal Gemeenteraadsdebat plaats. We zullen zo praten met Paul van Ruitenbeek, griffier van de gemeente Hilversum. En hij zal ons vertellen wat nou dit gemeentehuis en deze zaal zo bijzonder maakt. Ook gaan we aan Paul van Ruitenbeek vragen waarom zij juist partnergemeente zijn geworden van het Nationaal Gemeenteraadsdebat. Wat maakt het raadhuis van de gemeente Hilversum nou zo bijzonder? Ja, dat is bijna niet uit te leggen, dat moet je gewoon zien. Het is geopend in 1931 en gebouwd door Willem Marinus Dudok. Dat was ook iemand die hier bij de gemeente in dienst was. We hebben pas geleden nog 100 jaar Dudok gevierd met elkaar. En het is een heel bijzonder gebouw qua opbouw en stijl. Er zijn ook hele strikte regels van wat wel en wat niet mag. Maar eigenlijk moet je om deze vraag goed te kunnen beantwoorden het zelf gezien hebben. En daarom is het ook zo dat tijdens het Nationaal Gemeenteraadsdebat we in de lunchpauze rondleidingen verzorgen. Dus als u naar het debat toekomt, en ik raad u dat van harte aan, dan kunt u ook dit gebouw bekijken. En bijvoorbeeld naar de trouwzaal, de raadzaal en ook deze prachtige burgerzaal komen bewonderen. En u krijgt er een verhaal bij. Het verhaal van Willem Marinus Dudok. Dat is in ieder geval erg leuk om te horen. En waarom kiest de gemeente Hilversum ervoor om het Nationaal Gemeenteraadsdebat te hosten? Ja, we hebben een hele actieve raad met 37 raadsleden. En eigenlijk alle onderwerpen die in het land spelen komen natuurlijk ook in deze raad aan de orde. En het is een gemeenteraad die niet alleen maar stilstaat bij wat er gebeurt in Hilversum, maar ook in de omgeving. En de raadsleden vinden het heel erg leuk om ook met andere raadsleden en andere belangstellenden te praten over de onderwerpen waar we hier ook eigenlijk dagelijks mee bezig zijn. Die gastvrijheid is belangrijk. Mensen hier naar binnen halen, verbinden. Dat is ook echt wel iets wat bij Hilversum hoort. Dus van harte welkom. Dankjewel Paul voor deze toelichting. 15 december vindt het Nationaal Gemeenteraadsdebat plaats. Onder andere Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, zal het debat openen. De aanmeldingen stromen binnen. Ben jij nou enthousiast en wil je er graag bij zijn? Meld je dan snel aan via de link hieronder en dan zien wij jou 15 december.